is ongeveer min 7 op dit moment. Er staat een klein windje, dat maakt het wel koud. Er zit veel sneeuw in de lucht. Het zou ook gaan sneeuwen. Ik loop even met de hondjes, want die kleine gaf aan dat hij even moest poepen. Dus dan doen we dat. Dan gaan we poepen. Nee, ik niet. Maar hij heeft het heel gedaan ook. Ik ben toch wel een flinke week ziek geweest. En ik merk dat ik daardoor uit mijn routine ben. Mijn wandelroutine. Want normaal had ik al heel graag mijn lange rondje gelopen. Van een kilometer of 8, 9. Maar ik kan me er niet toe zetten, merk ik. Indy, ga rechts. Goed zo. En dat vind ik raar. Maar ik plan mijn dag zo vol dat ik er op een gegeven moment zelfs geen tijd meer voor heb. En dat is natuurlijk ook zonde, want de hondjes die vinden dat heerlijk. Nou is het ook wel erg koud. En ik heb met de laagste temperaturen die we nu hebben gehad, heb ik nog niet echt een lang eind gewandeld. Ook omdat ik een beetje voorzichtig wil zijn met de honden en hun pootjes. De kleine die verzamelt aan zijn buik haartjes, verzamelt hij allemaal klontjes sneeuw. Hij heeft dat jasje, dat gaat natuurlijk niet verder dan de helft van zijn buik, anders zou hij het nat plassen. Maar hij zit natuurlijk laag tegen de grond. Hij geeft niet aan dat hij last van de kou heeft, dat niet. Hij tilt ook geen pootjes op of zo. Maar ik moet er wel rekening mee houden. Ik ben zijn mama, dus ik moet erop letten. Hij heeft alleen maar naar zijn zin. Oef, ik krijg koude vingers. Kijk, kijk. Is dat een plaat die je kunnen gebruiken? Netjes. Netjes, netjes. Nou, een randje. Ja, dat kwam uit een hoekje, maar ik wist niet of jij nog wist wat het was. Zo. We hebben hier een enorme voorraad karton. Ik heb... Dit ja. Is mooi karton voor als je wil hobbyen. Ja. En dat is allemaal afval en hier heb ik plastic. Ja, piepschuim. We hebben op zolder namelijk heel lang allemaal dozen bewaard. Bijvoorbeeld van mijn naaimachine. Die een paar jaar geleden heb ik die gekocht. En ik dacht, ja, die doos moet blijven bewaren. Maar uiteindelijk ja, heb ik hem al zo vaak gebruikt. En ik ben er heel blij mee. Dus die gaat er niet uit. En ja, dan heeft zo'n doos op zolder niet zoveel zin. Dus we zijn dus door al die kartonnen dozen heen gegaan. Bij mij is het dan altijd raar, want dan krijg ik de kriebels, dan wil ik hobbyen. Dus dan wil ik bouwen met zoveel karton. Dus ik heb Geer de opdracht gegeven, nou ja, opdracht op een lieve manier gevraagd, of hij voor mij een bak wil maken. Dat daar. Dat wordt een bak. En daarin komt een of ander raar landschap wat ik aan het maken ben. Ik laat het jullie straks wel zien. Ik was er al mee begonnen en meestal als ik het heel druk heb, dan krijg ik heel erg de kriebels. En dan wil ik ook graag iets voor mezelf doen. En ik heb het best wel heel druk met lesgeven. Ik heb iedere dag heb ik een groep en zelfs meerdere groepen. Ik ben er ook een beetje mee aan het schuiven, zodat ik een paar dagen voor mezelf heb. Of in ieder geval samen met Geer. Hij werkt 2 dagen per week niet. Mafkes. En die dagen wil ik graag met hem vrij hebben. Dus ik ben aan het schuiven geweest. Maar ik ben aan het hobbyen geweest. En ik vergat het te filmen. Dus ik ben al een stukje aan de gang. En ik laat het jullie zien. Voor degenen die dat leuk vinden. Zal ik een beetje filmen waar ik af en toe ben. Ik ga het niet helemaal filmen. Maar nou ja, dan zien jullie wat mij zo al bezighoudt. Nou is het niet de beste hoek zo tegen het licht in. Maar... Ik kan jullie laten zien waar ik mee begonnen ben. Van allemaal stukken piepschuim die ik over had. Het wordt een beetje een vikinghuisje met een rieten dak en alles. Het is piepschuim, hout, voegsel, gips, karton, duct tape, spachtel, van alles en verf. En dit is de eerste opzet. Ik ben vergeten te filmen toen ik begon. Maar hier zie je de dozen met materiaal.
gewoon oud karton. Stukken piepschuim. Stukken hout. En dat. Wordt weer een groot ding. Geen zegt, kan je nou nooit kleine dingen maken die we gewoon ergens neer kunnen zetten? Nee. Hier ben ik nog wel even mee bezig. Het ziet er nou nog niet uit, ik weet het. Maar dat komt goed. Dat is de roetstofzuiger. Ja, die mag wel even schoon. Oei. Ja, inderdaad. Dan is het ineens aan het dooien. We hebben min 15 gehad zelfs. En ineens is het, wat is het nou, min plus 4, 5 of zo, hè? Geen idee. We hebben allemaal rare geluiden gehoord. Er zijn enorme plakken sneeuw van het dak afgeschoven. En de daken aan de overkant van onze buren zijn ook schoon. Er ligt natuurlijk nog wel zat. Maar, daar komt Indy. Hey Indy. Hallo lieverd. Maar het is flink aan dooien. De wegen zijn nagenoeg schoon. Dat is niet erg. Als er een beetje op blijft liggen, dan wordt het alleen maar heel glad. Want het, morgen dooit het ook nog en daarna gaat het weer stevig vriezen. Dus dan wordt het spekglad. Maar goed, dat gaan we dan wel weer zien. Hé Indy, hé lieverd. Hallo lieverd. En heb je die kleine heb je dan boven gelaten. Hè? Ja, dat is, dit is jouw quality time. Jouw quality time, hè. Want die kleine durft de trap niet op en af. Kijk, die staat nu hier. Hallo, kleintje. Wat is dat nou? Dat is eng, hè, die trap. Nou, kom maar dan. Kom maar. Kan dan. Kan dan. Dat durft hij niet. Ergens vinden we dat ook niet zo erg. Want dan kunnen we hier bezig zijn zonder dat we moeten denken van... Oh, oh, die peert hem. Maar goed, een bak dus. En een hoop materiaal. Ik ben dus ook echt begonnen met stukken piepschuim die ik had liggen. En oude dozen. Hier zijn we trouwens best veel aan het eten. Die lege potten. En die potten daar. En in de doos daar beneden. En hier hebben we lege potten. Die hebben we allemaal leeg gegeten. Dus we zijn, en ook de flesjes, is allemaal leeg. Daar staat nog wel heel veel sap en er staat nog heel veel soep en er staan nog gestoofde peertjes. Dat is allemaal chilisaus nog, dat is allemaal nog vlees. En dat zijn allemaal pikkels en zuurkool. Dus we hebben nog heel veel. Maar het gaat wel hard. Maar dat geeft niet. We hebben in ieder geval... Hallo. In ieder geval hebben we onszelf... kunnen voeden van alles wat we hebben ingemaakt sinds we met de tuin weer zijn begonnen. En wat hebben jullie nou weer lopen doen? Er wordt weer geknutseld. Er wordt weer gestoeid. Mijn zusje kwam met een heel leuk pakketje met twee truien. Dit is er één van. En nog een mooie blauwe met een rendier erop. En we willen jullie trouwens hartelijk bedanken voor alle kaarten die steeds binnenstromen. Echt hartstikke leuk. Dit is onze kerstboom dit jaar. Die hebben we al een tijd, maar die hebben we hier neergezet met balletjes erin. Ik heb geen zin in een grote boom. Ik zou niet weten waar ik hem moet laten op dit moment. Dit is piepschuim. Misschien herken je het wel. Dit is gewoon zo'n piepschuim vorm waar een machine in heeft gestaan. Dit is allemaal karton. Dat hoor je ook wel. Dit zijn houtjes, dit soort houtjes. Die ik in stukken heb gesneden. Een beetje heb bewerkt met een mesje. En opgeplakt. En dit is klei. Klei, karton, piepschuim. En dit is piepschuim. En ik ben gewoon maar begonnen met plakken. Hier ook. Ik heb alles een kleur gegeven zodat het een eenheid wordt. En nou ga ik een strooien dak maken. Het is eigenlijk een eiland met een ruïne erop. En daarop heeft een visser een huisje gebouwd. Dat is een beetje mijn verhaal in mijn hoofd. En voor de rest zie je allemaal rare stukken piepschuim. Een balkonnetje gemaakt. Het ziet er nog niet uit, maar ik laat jullie wel zien hoe het gaat worden. Ik heb dakspanten nodig, dus ik heb een struik geknipt. En misschien voor degenen die wat langer kijken...
Weten jullie deze nog? De ijsgod. Hij ziet er heel blauw uit. Dat komt door de lampjes die erin zitten. Eens kijken of ik mijn camera een beetje kan draaien. Zo. Dat jullie erin kunnen kijken. Die heb ik een paar jaar geleden gemaakt. Is te groot natuurlijk om hier de hele dag te laten staan. Dit is terrein, die heb ik gesloopt. Ik had een elf op een plateau. En dat plateau stond buiten, dus dat is heel nat geworden. Dus het staat nu te drogen. Dit zijn rotsen die ik heb gemaakt, ook van piepschuim. En daar heb ik struikjes tussen geplakt en dergelijke. Misschien kan ik dat nog gebruiken. Het is nu droog, dus kan allemaal. En ik werk met zaken als, wijkspakkel, dat is gewoon een spachtel, of hoe noem je dat? Vulmiddel, verf, voegmiddel en een lijmpistool. En dan heb ik hier ook nog materialen. Hier heeft Geer stro voor me meegenomen van de stal. Dus daar moet ik een strooien dak van maken. En ik heb hier ook nog wat spulletjes houtlijm en hout en dergelijke. Ja. Nou ja, deze had ik ook nog gemaakt. Och, die is tegen het licht in bijna niet te zien. Er zitten ook nog lampjes in. De bedoeling was dat ik die in de tuin zou tegen een boom zou maken. Maar ja, het is gewoon leuk zo. En degene die ons al wat langer kennen waarschijnlijk ook de boeknoek. De boeknoek, het Harry Potter straatje. Dat is deze. Ik zal hem even aanzetten. Als ik bij de batterij kan. Zo. Zie je, ja, deze twee horen daar niet bij, maar dit is de boeknoek, het Harry Potter straatje. Die heb ik ook een paar jaar geleden gemaakt en die vind ik altijd leuk om met kerst neer te zetten. Zo. Maar dit is hartstikke lief, jongens, al die mooie kaarten. Echt heel erg lief, daar zijn we heel blij mee. Het feit dat jullie aan ons denken vinden we fantastisch. Nou, dit wordt een rare vlog. Het is voor ons is het weekend en jullie zien dit op dinsdagavond. Dus een paar dagen later. En dan is het waarschijnlijk alweer aan het sneeuwen. Maar we hebben dit hebben we wel meer, zo'n tussenfase. Net voor de kerst eigenlijk, twee weekjes voor de kerst. Dat de sneeuw aan het verdwijnen is. En wij hadden zoiets van, nou, we hebben gewoon een witte kerst. Maar ja, dat is dus nu onzeker. Geen idee. Maar jullie gaan het meebeleven. Deze jongens trouwens, die zijn nog hartstikke hard en sappig. Ik heb er nu van de week eentje man gemaakt. Daar heb ik soep van gemaakt. En ik heb er een andere heb ik geroosterd. Gebakken, zeg maar. In plaats van aardappels gegeten. En dat was echt super lekker. Het is natuurlijk wat zoeter. Maar dit is een goede methode van bewaren. En dan hebben we de koolrabi's. Die verschrompelen iets. Deze is een beetje te veel, dus die zullen we waarschijnlijk wel aan de kippen voeren. Maar die laten zich wat minder makkelijk bewaren. En hieronder heb ik zelfs nog een courgette liggen, die helemaal goed is. We gaan een beetje een plekje te krijgen. En wat augurken. Komkommer. Het voelt allemaal nog hard aan. Dus die liggen daar al een maand of twee. En dat gaat goed. Ja, alleen die ziet er een beetje maf uit. Maar dit is een mooie voorraad. Heerlijk. Thank you. Oh, dat is ook niet zoveel meer. Meer dan dat jij... Meer dan dat ik nodig heb. Ja. Ga je het redden met die plankjes, met die... Is dat lang genoeg? Ja. Ja? Ik zit al dat je uit bent, door ik kan zagen. Oh, voor mij mag je zagen. Ja. Zo, stoffig hier. Thank you.
Alleen hier die ene moet even geschuurd worden, ja. Ja, kijk, twee kantjes. Eventjes doen dan. Dat lijkt me wel handig, ja. Dan moet hij over het dingetje heen. Oh, als je hem zo smelt, gaat dat misschien ook nog. Oh, dan kan je er beter misschien je mes gewoon langs halen. Gaat dat niet beter, denk je? Je kunt het proberen. Mes. Ja. Druk je maar op die andere. Oké. Discord, heb je geen hobbymes? Ik heb daar dat mes. Nee, ik heb geen andere. Oké. Kijk maar die dan. Die is heet. Haal niet langs je vinger. Want hij is heet. Je zit hem aan. Wat is het? Precies dit hoekje wat en daar ook een beetje. Ja. Dat moet je natuurlijk niet willen inademen. Net voor je vinger. Nee. Zet hem even op tafel nu. Kijk. Netjes. Netjes, netjes. Mooi. Deze bak heeft twee doelen. Eentje is het hele ding wat stevigheid geven. En ten tweede dat ik hem dichtkit. En dat ik dan epoxy ga gieten. Om water te creëren. Netjes. Thank you. You're welcome. Ik ben al heel wat verder. Dat zou je niet zeggen. Maar er zit een extra dakje op. Als voorbereiding op het rietendak.
Ik heb een vlondertje gemaakt hier. Ik ben met een tweede vlonder bezig. En ik heb heel wat zitten knoeien met de kleuren. Maar dit heb ik ook ingevuld echt met poets. Dus het is een echt vakwerkhuisje aan het worden. En het is heerlijk om te doen. Lekker druk. Allemaal leuke dingen. Meestal heb ik 's winters zin om iets te maken. Een rare vlog. Maar dit doen we ook. Dus dat laten we ook gewoon zien. Namens Geertje zeg ik tot de volgende keer. En als je hem leuk vond, geef een duimpje. Abonneer je als je meer wil zien. En notificaties wil krijgen. En tenslotte willen we nog eventjes dankjewel zeggen tegen Ancella. Die ons een cadeautje heeft opgestuurd in de vorm van geld. En ze vroeg of wij iets leuks wilden kopen voor Binky en Indy en voor de vogeltjes buiten. En dat gaan we zeker doen. Dankjewel Ancella, hartstikke lief dat je aan ons gedacht hebt. Tot de volgende mensen, bye bye.